De winnaar van de 1 million invitational Royalistic Fortnite tournament is Team 2. Nou, zoals je kan zien deden wij mee aan het Royalistic $15.000 Fortnite toernooi. En ik zal alvast één ding verklappen, het ging heel erg goed. En mijn teamgenoten waren Ziffy, Skeptric en Dato. En we waren zo'n sterk team. Laten we gewoon gelijk beginnen, let's go. Oké, we hadden van tevoren een tactiek afgesproken dat we altijd op Grotto zouden landen. En dan gewoon verder zouden kijken met de rift waar we naartoe gaan. En uiteindelijk komen we dan in fight zoals dit. Onder. Nee, nee, kijk. Mijn boys, kom samen. Jojo, ik ben bij jou. 60. Dood. Nice, ik heb er eentje, één HP. Neem maar binnen mijn shaker, neem maar shaker. Hard. We hebben ze dood, ze dood. Ja, drop anders je minis gewoon. Ik denk dat je misschien gewoon hier bij ons in de hier blijft zitten gewoon, niet? Ja, is goed. Kan. Ja. Kom gewoon bij ons, we gaan gewoon in deze shit campen. Oké, hier hadden we een beetje een vieze play, want we gingen campen in het veld, omdat we wisten dat er iemand zou komen naar de reboot van. Auto. Wat doen we? Blijf zitten. Hij gaat reboot. Goed, I got you. Nice. Let go. Wow. Ja bro, ze zitten hier met z'n allen bij die bus. En nice, ik heb twee zwaar! Ik heb met z'n kloot! Nee, niet binnen, niet binnen! Oh, kut, sorry. Daar ging hij zo kanon, let's go. Dat was wel best wel maar... Er zaten mensen in dit huis, volgens mij. Daar mensen. En toch mij? Top. Nice. Pak die, of niet? Hij heeft geen nut. Oh, koud. Schiet u gewoon. Yo, schiet. Top. Hier. Eentje. Wat is dat voor links, boys? Van links. Yo. Heb je die finish al? Min 29. Dood. Nice, go! Nee, niet gaan, kom op! Oké. Yo, kill this man! Jart! 3 net gooit, auto! Ja, yo, bro! Hopes and prayers. Godver, dat is niet leuk. Oh, nee! Ik kan even... Voor de power, Piet! Ja, bro. Gooi me een kruim. Maar zij pakken dit niet, toch? Ze zitten nu in ons ding. Blijf hier, ze zitten boven ons aan. Hey, zone is close. Als we winnen, we zouden hier oprecht met z'n vier naar boven kunnen gaan. We killen Tobra en zijn team en dan winnen we die game ook. Doen of niet? Alleen als er een third party is, dan is er wel chillen. Hey, ja, boven ons. Vanaf boven. Hier naast ons! Crack! Goed. Dood. Top. Horen jullie maar één iemand? Ik hoor maar één iemand boven ons, niet? Ja. Go! Kom, 3, 2. Is die... Nice, goed. Ik ben dood. Team van Cobra zit volgens mij een beetje in de problemen. Twist die direct, fuck dit man. Nu gaan we de voor Chesto's neer. Tissa is neer, D27 is gone. Chesto gaat nu ook neer. Ik zie alleen maar bodies vliegen nu man. Iedereen wordt genoemd. Cobra is ook neer. Deal is ook neer. Cobra, Team Cobra wordt aangepakt daar. Ja man. Team Weland nog steeds aanwezig. En Team Twisty, zie dat ze nog steeds aanwezig zijn ook. Breng mij misschien naar boven. Ik chill hem nog in die bunker boven. Dubbel rest. Dood. Dubbel rest, boys. Yo. Achter jullie, pas op. Bring hem omhoog. Ik ben heel hard gekild. Laat maar. Ga omhoog. Met z'n allen, boys. Jordi, Twee bunkers op mijn kaart. Ga omhoog. Oh, bro. Ik word aangereden, shit. Ik heb een team van Jordi Strom dood. Chill hem samen. Placement. We moeten weg, hoor. Zit boven. Yo, ja, ik ben dood. Ik ben zo alleen. Nee, ik ga in die boom misschien links verder zitten. Nee, laat. Ga in die boom, daar boven zitten, hè. Ga in die boom zitten. Doe gewoon eens. Ja. Iemand wordt daar aangereden. Maar dan kun je met z'n Skeptic gaan zien door dat iemand boven hem zat. Tyfus. FJ en Skeptic. Wat een positie heeft Skeptic. Hij zit op een mooie bom. Mag die auto weg. Hij zit op een mooie plek, wist je dat? Ja, man. Ja, maar hij is een mooie plek. Maar FJ. Nu niet boven zijn opgeblazen. Present is gone. Team Mela's gone. Het is... Die winst ik! No, jammer! Oh, kom op, bro! Jammer. Hé, maar heel goed! Oh, nee, shit! Oké, na die insane endfight hebben we helaas niet weten te winnen, maar hebben we wel de tweede plek met heel veel kills. En omdat we zoveel kills hadden, staan we ook op de eerste plek met 1 punt meer dan de nummer 2. Oké, in het tweede potje was onze tactiek natuurlijk hetzelfde, maar nu gaan we wel voor die win. Hieronder, hij loopt direct hieronder. 1 guy! Land in hem! Oh ja, ik zie. Oh, hij zit recht op de dak. Op het dak hier. Hij gaat weg. 1 op 1, dood. Eentje dood. Grapple op hem, boys. Grapple op hem. Ik heb geen grappler. Heel mooi. Ik heb geen grapple. Ik heb ook geen grappler. Ik weet niet of die in die... Nee, die is niet. Wat? Hey. Crack. 30 point.
Hij is low. Hij rent weg heel snel. 120, dood. Oké, boys, foto's, bunkers, foto's, alles, ja. Loot het nu af. Ik heb één bunker. Okay, zoals jullie horen, waren we heel erg op zoek naar bunkers, want die zijn gewoon heel belangrijk in Zero Build. Ik heb hier nog een bunker. Heeft iemand één? Ik kom halen. Dus we kunnen ook gewoon deze berg claimen als we willen. Deze. Ik denk die berg gaan claimen, man. Oké, zoals je kan horen, willen we nu deze berg gaan claimen, omdat we dan echt heel hoog zitten. Als we hier uiteindelijk zo'n poelen, dan gooien we hier een Port of Fortress neer. Kijk, boys, foto zo nu. Oh my god. Mid zo. Zou ik gewoon zo'n ding gooien? Ja, kan. Ja. Oké, wacht. Onze auto's even een klein beetje naar beneden, boys. Hier zit een team achter die bomen. Kom gewoon met z'n vieren, Wat? Ja, kom aan. Oké, nu we deze insane locatie en Poortenfort hebben, is het gewoon aan onze taak om rustig te blijven en helemaal tot het einde te vechten. Top. Headshot snipe, day 24-7 hier. Zo, we hebben zo'n. Hier, headshot snipe. Heel goed, boys. Dood. Top. Ik heb eentje cracked, ze komen onder ons. Hier, waar zie je hem? Hier, 200. Cracked. In de boot. Ik neem hem mee, Dood. Boys, chill. Dood? Hij is dood? Ja, hij chillt weer in een auto. Ze doet chill, ze doet relax. Corner en Robert. Misschien lukt het ze nog wel. Misschien lukt het ze om een game te pakken. Oeh. Oh shit, Joshua, die racht over hem heen. Durpen Joshua gaat neer. Ga je doen dan die chillen? Ze zijn nog steeds met z'n tweeën leven. Oh, hij mist net een RPG over zijn hoofd. Fucking hell. Het is niet normaal. En nu gaan ze naar de storm. Conjo. Jezus. Dat ding zit rechts van je, hè. Royalistic is nog levend. Ik gooi een babybel zijn kant op, maar ik... Royalistic, high target! Hij gaat erheen! Nee, het lukt hem dus niet! Oh shit! Ja, dat is een... Oh, Team Twisty! Ja! Let's go, boys! Zo doen we dat, boys! Oké, hier heb ik toch mijn steentje bijgedragen door Royalistic te killen. En uiteindelijk winnen we game 2. En dat betekent dat we nu op plek 1 staan met meer dan 40 punten verschil met het tweede team. In het derde potje deed het helaas minder goed en hadden we ook bijna geen kills, waardoor we echt een stuk minder punten kregen. Maar omdat we zo'n grote voorsprong hadden, staan we nog steeds bovenaan. Nu worden de twee laatste potjes nog een stuk belangrijker. Let's go. Dus kom eens. Oh ja, ik zag. Is het solo? Hier rechts. Een heel team. Pas op. Waar is het? Je boek niet? 116, eentje. 160? Pas op, team van links. Knock. Hij is genokt. Schiet het, spray het. Het is duo. Eentje zit er nog in die auto. Knock hem. 30. Krijg 1 HP. Rechts ook iemand. 1 HP, ga hierin. Ga weer in hier. Hij gaat eraf springen. Dit? Ga weer in. Ga naar die kill, wij pakken deze bunk. Yo. Kom hier naar onder. Boys, hier links is het helemaal vrij, hè? Check dat eiland. Deze auto, deze auto. Hier, links, kom snel, boys. Snel. Instappen, boys. Team van Twisty. Team van Twisty zit in de problemen. Tegen team van Cobra. Dit kan nog heel veel veranderen, hoor. Als die twee tegen elkaar komen zo vroeg in de pot. Dit kan heel veel veranderen. Wil je kijken? Ja. YouTube krijgt een tering headshot vanuit de auto. Kom hier in, zit ja, in dat hokje. Kan wel. Nee, het is helemaal open. Helemaal open. Goed, die poort voort. Nice, prima. Top. Niet overpieten. Met de banden. Hé, hey, zie daar. Jezus. Open. Ik heb 90. Andere keer. Dood. Nice. Boys, ligt daar iets van bunker? Headshot snipe van Vinstick, daar! Top. Oké, hier had Data iemand gekillt van het team van Vinstick. En dat is natuurlijk de tweede plek, dus dat was heel belangrijk. Hier. Kom naar mij, we hakken deze muur weg. Dan hebben we Engel. Ja, kom hier. En spray ze dan. Ja. Oh, we hebben geen banden meer. 20. Oh, we gaan in het huis. Headshot snipe op hem weer. Top. Ga ik in de zon? Abbegidat. Schiet dat ding kapot, dat kan van deze einde. Achter ons auto. Kom, voor deze auto. Kom. Voor deze auto nu. Kijk, dood. Nice. Daar staat hij, 70. 1 HP. Nee, nog, let's go. Top. Pak die loot. Boys, ik kan niks doen. Ik heb 2 man dood. Kom hier, boys. Go. Waar zijn ze dood? Hierboven. Hard. Ik heb geen grapple. Ik ook niet. Ik pak die om mij. 1 HP op hem. Hij is 1 HP. Dat is goed. Pas op, vanuit daar. Boys, kom bij mij misschien. Ik ben dood, ik was alleen. Ik heb 1 headshot snipe nog gepakt hier. 100 op 1? Pas op, achter Twisty, achter Twisty, pas op bro. Ik houd. Heb je heals voor mij? Ja, ik heb medkit. Waar is Nitro? Pop je medkit. Hey, Appel, kom mee op. Oh my god! Ik weet niet wat er in mijn hoofd omging, maar ik had gewoon niet door dat er iemand naar binnen liep, maar uiteindelijk kwam het goed. Yo. Ja, ik ben nu. Dubbel rest. Finish hem. Blijf rusten. Ik ben nog levend. Ik pak medkit. Hou mij leven. Kom maar gewoon. Oh fuck. Skip, ga weg. Skip, rent weg.
Pak kills ook. Goed, Skep, je chillt. Kom met ons. Dit is een hele goede placement. En ook weer kills. Doe gewoon met je scoop. Goed, goed, goed. Blijf je erop. Als je elkaar vinden, ga je erin. En eentje probeert je te snipen. Goed, ga die auto. Ga omhoog. Oh, drie mensen gek. Niks voor Skeptrick. Nice boys! Lekker boys! Prima, goed Skep. Oké, door een hele slimme play van Skeptrick zijn we uiteindelijk gewoon tweede geworden in het vierde potje. Ja, dit zijn de ranking. Wow, ja, Twisty nog steeds op nummer 1. Twisty nog steeds op 1, wij nog steeds op 7 stonden net volgens mij ook. Netjes, ik bedoel, niks aan de hand. Cobra 2, Jordi Storm 3, Finstick, Vela. En als we dan gaan kijken naar de leaderboard, staan we gewoon nog steeds bovenaan. Dus elk potje staan we bovenaan tot nu toe. Voor het laatste potje moeten we wel oppassen voor Team Cobra, want die komen steeds dichterbij. Oké, dan nu game 5. Het laatste en het beslissende potje wie dit toernooi ging winnen. Hier links. Ah, zit al een Ga op de winkel. Zit er heel veel mensen. Hoedibond. Top. Ik ben bij jou. Veel mensen. Wat? Top. Omdat we er zo goed voor stonden, hoefden we geen risico meer te nemen. En daarom gingen we bovenop een zolder zitten. Bro, ik zeg jullie, ik heb echt een heel mooi uitzicht, man. Bro, echt. Skeptrick. Het is dat we nu in het toernooi zitten, maar... Ja, bro. Ik laat hem even een goede view hebben, snap je? Oké, hier ging het bijna fout. Want we werden constant gerocket launched en er zaten heel veel teams om ons heen. Oh, bij jou. Oké, dat is kut. Auto's pakken of niet? Kom hier, plus. Auto's. Ik stap in bij Ziffy. Die andere. Ik heb hem. Je deed er bij mij? Ander team. Hey, auto op jullie. Twee auto's op jullie. Ja. Heel team. Ga verder. Snel rijden. Daar rechts ook auto's. We zijn Lusso. Goed. Ja, jij mag de midkits. Alle midkits aan Skeptrick. Ja, Skeptrick gaat bij mij in de auto. Als onze auto ontschoten wordt, ik draai gewoon zo'n in en we laten hem... Kom op, mensen. Gooi die duimpjes nog. Abonneer. Pak alles, maar net was je drop, boeien niet. Oh, worden gespeeld. Auto. Oké, omdat het zo druk was, maakte ik echt een domme fout met een auto. Maar gelukkig had Skeptrick alle medkits verzameld, zodat hij in de storm kon gaan zitten. En nu is het gewoon wachten tot bijna iedereen dood is. Ga achter die steen staan hier. Kom op, Het zit een rift trouwens, hè. Hier rechts van jou zit een rift. Je kan gewoon in de lucht blijven straks. Oh ja. Onder de brug zit een rift. Boys. Hier, op mijn mark, daar achter. Ja, gooi die W's nu al gewoon. Medkit. Skeptrick, loop naar die richting. Ga dansen voor de win. Kom op, boys! Ja toch, gooi die handjes in de chat. We hebben nog één iemand over. Nog één iemand! En die staat daar ook weer te dansen. Skeptrick, hij is van Team Twisty. Zoals je kan zien gaat Skeptrick hier op een steen staan en er gewoon een dansje doen, omdat we wisten dat we hadden gewonnen. Nummer 1, hoe kon het eigenlijk ook anders? Team Twisty, 330. Op nummer 1, eentje. Dames en heren. De winnaar, van de 1 Million Invitational Royalistic Fortnite Tournament is Team Twisty. Let's go. En ik ben oprecht nog nooit zo blij geweest met de win. Ik moet echt mijn team bedanken, want ze hebben zo goed gespeeld. Ik ben zelf helaas niet zo goed, maar we hebben het echt als een team gedaan. En ik wil jullie ook bedanken voor het kijken. En natuurlijk Roy voor het organiseren. Als je nou nog een leuke video wil zien, klik op de video die nu in beeld staat.